Wat we nu te zien kregen, dat maakt een diepe indruk op ons. En we hebben gehuild als kleine kinderen. Overal langs de weg stond de bevolking van Delfzijl. En we werden overladen met alles wat maar denkbaar was. Wat je toen zag, dat was, ja, schokkend. Mijn vader die kwam daar de dijk af en ik heb hem om de armen gepakt en toen zegt hij tegen me, niet doen wil, maar ik zit onder de luis en pluis. Hoe ze in zo'n korte tijd van jonge mensen zulke, ja, geraamtes konden na. Op 16 april 1945, 2 weken voor de bevrijding van Delfzijl, komt in de haven een schip uit Emden aan. Volgeladen met gevangenen uit strafkamp Schwarze Week in Wilhelmshaven. De bevolking van Delfzijl is diep onder de indruk van de aanblik van deze mannen. Bouke de Boer is één van de gevangenen. Hij is een paar maanden eerder in zijn woonplaats Gooienga opgepakt omdat hij zich niet gemeld had voor tewerkstelling in Duitsland. Met nog 7 jongens uit een naburig dorp wordt hij naar Wilhelmshaven gebracht. De omstandigheden in het strafkamp zijn loodzwaar. Toen de eerste dag eten zouden krijgen, nou, toen heb ik in twijfel gestaan of ik wel wat wil hebben, want het was niet te eten. Hè. Wat was het? Ja, wat was het? Gemalen spul, koolrapenspul of zo. En het was niet. Maar ja. Anders kreeg je niks. In het laatst stierven er 5 per dag bij ons in het kamp. Dysenterie en difterie. 1 man uit Staveren, nou, die was grijs van de luizen. Dus ja. Als de geallieerden Wilhelmshaven naderen, wordt het strafkamp ontruimd. Honderden doodzieke mannen worden in een overvolle goederentrein naar Emden gebracht. Vandaar steken ze over naar Delfzijl. Wij zaten in die Rijnhaak, een open Rijnhaak. Nou, ik weet niet hoeveel mensen erin zaten. Ik meen van 500. Toen we hier aankwamen, toen werden we beschoten. Er was een Engels vliegtuig. Die Duitsers die gingen allemaal naar de bunkers hier in Delfzijl. Maar wij moesten in het schip blijven. Het nieuws dat er gevangenen uit Duitsland teruggekomen zijn, gaat als een lopend vuurtje door Delfzijl. Ook Willy Brouwers hoort ervan. Via via krijgt ze bericht dat haar vader bij het transport zit. Ja, dat is mijn vader. Toen ben ik naar de Waterpoort gegaan, de toegang tot de haven. De kogels vlogen hier zo'n beetje om de oren. En toen ben ik in een portiek gaan staan van allemaal glas. Die mensen aan de overkant, die waren bang als ik uit die portiek ging, dat ik ook geraakt werd. Ik zei, ja, maar mijn pa komt zo. Maar het is nog lang niet zeker dat de gevangenen in Delfzijl mogen blijven. De weermachtscommandant ter plaatse zit niet te wachten op de zorg voor zo'n grote groep zieke gevangenen. En wil het transport terug de Eems opsturen. Volgens geruchten om het daar te laten torpederen. Maar de Delfzijlse burgemeester Welleman schiet de mannen te hulp en regelt opvang in een kamp in Farmsum. Boeren uit de omgeving komen met paard en wagens naar de haven om de mannen te vervoeren. U moet dit even wegdenken. Dit is alles modern. Je had hier gewoon de inloop, de haven dus. Ik hoorde dan dat er een groep aankwam uit Delfzijl richting Farmsum. Nou ja, je vliegt erop af. Nou, wat je toen zag, dat was, ja, schokkend, vreselijk. Een grote groep vermagerde mannen en haveloos. Er zat zelfs, voor mijn gevoel, zaten een paar gevangenen in een kooi op een wagen. En je zag dat en je zag die mensen, het was ook nog mooi weer, schrijnend erbij, honger en dorst. Dus wat heb ik gedaan? Dat was ook het eerste wat ik deed toen ik erbij kwam. Even een huis in, om een emmer met water gevraagd. En toen ben ik er langs gaan rollen, water geven, want ze hadden dorst.
Ze hadden honger, ze hadden dorst. Uit een dakraam van een winkelpand werden we door de winkelier bekogeld met doosjes lucifers. Op een andere plaats kregen we gekookte eieren. Het was voor ons, na zoveel ontbering en ellende, een waar lui lekker land. Dat was het zeker. Ongeveer hier vandaan, zo'n 50 tot 100 meter, daar had je dan het kamp. En dat was vrij uitgestrekt. Het was ook omheind met prikkeldraad enzovoort. Wij vonden het al een hele vooruitgang. We kregen eet. En dat was een belangrijke factor. Ja. Ja, de mensen die hier in de omgeving en in dat zeil, die waren wakker geschud. De volgende morgen was het een en al voedsel wat ze brachten. En rookwaar, melk. Ik weet wel niet hoeveel bussen melk er gebracht waren. En brood. Nou, dat was geweldig. Die mensen die zijn eerst naar Farmsum gebracht. Naar barakken en daar hebben ze eigenlijk daarin verzameld, maar gedeeltes zijn doorgestuurd naar rode scholen en uithuizen en dergelijke. En de zwaarste zieken, die hebben ze hier gebracht. Tijdens bevrijding was dit het noodhospitaal. Geertje Gierman is in april 1945 23 jaar oud. Ze heeft net een korte verpleegstersopleiding gevolgd om te helpen in geval van nood. De mannen uit Willemshaven zijn haar eerste patiënten. Die eerste dagen heb ik wel 3 dagen gestaan. Die achter elkaar. Om die mensen te wassen en hoognodigen. En eten konden ze niet verdragen. Ze mochten een beetje vocht hebben. Maar de meesten konden geen eten verdragen. Maar die mensen waren niks gewend. Het waren allemaal zware longdysenterie-patiënt. De ene brulde het uit van de pijn. En de andere die lag machteloos neer. Dat was verschrikkelijk. Je kon de leeftijd ook niet schatten van die mensen van die ex-politieke gevangenis. Nee, ik niet tenminste. Dan kon je niet zien dat er soms een jongen was van de jaren 90. Dat kon je niet. Nee, het was een super. Ik heb zo pas al gezegd, wij hadden maar 1 gedachte. Naar huis. Vrij zijn. Je leeft ook maar een beetje. Ja. En alles ging eigenlijk aan je voorbij. Ja, ja. Ja, ik kan me dat voorstellen. Ja. We wisten in de oorlog in het laatste wel dat er kampen waren. Maar je was er niet mee geconfronteerd. En daar zag je dan een stuk een en al ellende. Maar je zag wel direct dat je moest helpen. Er moest wat gebeuren. En die zusters die waren er dagelijks gewend om met zieken om te gaan. Niet met dergelijke patiënten natuurlijk. Maar die zeggen, nou weet je wat, help jij die patiënt maar. Help jij die patiënt maar, werd er dan gezegd. Later denk je wel eens dan, je wordt gelijk jaren wat ouder. Je wordt volwassen als je het nog niet bent. 5 gevangenen overlijden in Delfzijl. Onder hen Pieter Aukes, een jonge verzetsman uit Scheemda. Dat was een heel lieve jongen. En ik heb hem natuurlijk vroeger niet gekend. Maar hij praatte veel, hij riep maar altijd om zijn moeder. Hij noemde mij ook gewoon bij naam Geertje, dat kon ik goed onthouden. En dan vroeg ik maar al, zie je mijn moeder nog, zie je mijn moeder nog? Ja, wie ben ik om dat te zeggen? Maar ik zei toch maar, ik zei, ja natuurlijk zie jij je moeder nog. Want daar leefde hij nog voor. Dat hield hem nog in het leven. Ik weet nog wel dat ik er uren bij gezeten heb om een kapje van een ei op te voeren. Dat wou gewoon niks meer in. Nog geen beetje vocht kon het naar binnen krijgen. En hij bleef maar wakker. Hij bleef maar wakker. Niet slapen. Ja. Die was er heel ernstig aan toe.
Ook in dorpen in de omgeving overlijden gevangenen uit Wilhelmshaven. Maar Bouke de Boer en de vader van Willy Brouwers komen ondanks alle ontberingen en omzwervingen veilig thuis. En toen had mijn vader tb. En dat waren de... En hij had ook achteraf wel problemen met zijn hart. Maar dat is gekomen door alles wat hij meegemaakt heeft in Wilhelmshaven. Delfzijl, 16 april 1945. Aan slavernij en dood ontkomen, hebt gij ons liefderijk opgenomen. We speurden aan uw dollarstrand de adem van het bevrijde land. Aangeboden door de overlevenden van het concentratiekamp Schwarzer Weg, Wilhelmshaven.